Wat is volgens jou het belangrijkste middel om arbeidsongevallen te voorkomen? Het belangrijkste wapen om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen is jouw gedrag. Je krijgt pas een veilige en gezonde werkomgeving wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Die verantwoordelijkheid is niet gebonden aan een functie of een activiteit. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen wanneer het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Dat kan door initiatief te tonen, vooruit te denken en je verantwoordelijk te voelen voor je collega's. De keuzes die jij maakt kunnen doorslaggevend zijn bij het ontstaan van een arbeidsongeval. Jij kan voorkomen dat jezelf of je collega's gewond raken, of in het slechtste geval zelfs omkomen bij een arbeidsongeval. De volgende onderwerpen komen aan bod. De basisfilosofie van veiligheid op de werkvloer. De preventiehiërarchie. Het goede voorbeeld geven. De ketting van verantwoordelijkheden. En jouw rol in het veiligheids- en welzijnsbeleid.